Het eerste seizoen zit erop voor FC Dordrecht-trainer Michele Santoni. In juni vorig jaar werd hij aangesteld als opvolger van Jan Zoutman. Zijn eerste jaar begon sportief gezien slecht, met maar 11 verzamelde punten tot en met de winterstop. In 2022 ging het veel beter, want de Schapenkoppen pakten 28 punten. En dat leverde een 17e plek in de keukenkampioendivisie op. Wat is er in 2022 gebeurd bij de club? Heel veel. Gelukkig, heel veel positief. Heel veel energie op elke oppervlakte. Niet alleen op het veld, maar ook rond de club met Energie Dordt. Bijbetrekken van onze fans. De Drechtsteden heeft nu wel een duidelijker idee waar we naartoe willen als club in de volgende 4-5 jaar. Het werk van Leon. Maar ook op technisch, duidelijk selectiebeleid, doorgeselecteerd, we weten precies wat we willen hebben. Jongens vastgelegd, jongens van de jeugd door laten stromen. Een duidelijke tactische plan waar we ook verder gaan opbouwen. Veel punten. En dus in de 5 weken voor de eerste training, weinig vakantie en hard aan de slag voor volgend seizoen. Zeker deze 3 weken. Ik krijg het niet voor elkaar om het spelletje uit mijn hoofd te halen. Dus mijn vriendinnen moeten maar mee dealen. Het gaat door. Je wil de selectie zo fit mogelijk hebben en zo sterk mogelijk hebben om 13 juni weer met z'n allen te gaan knallen. Ik heb er echt zin in, want het is een volledig andere instelling dan vorig jaar. Vorig jaar hebben we zoveel stagespelers. Je wist niet waar we naartoe gingen. Nu... Een soort schoolklas die waarbij je een beetje moest geselecteren. Ja, eigenlijk pas bij het begin van de competitie wisten we wie wat. En dan moesten we nog zoeken onder de spelers die we gekozen hadden, welke spelers beter met elkaar passen. En nu hebben wij een hele duidelijke, stabiel samenstelling. Die we alleen maar kunnen versterken. En zo sloot Santoni de competitie vrijdagavond af tegen Jong PSV. Dat eindigde in een 1-1 gelijk spel met een goed gevoel. Ook als ik zie vandaag, naar Eindhoven, Jong PSV is niet echt de meest aantrekkelijke wedstrijd. Hoeveel fans er waren, hoe warm het publiek het was. Maar ik ben meer trots van wat het ontstaat. Hè. Dus dat er zoveel fans vandaag hier naartoe komen en zo ons toejuichen, is ook omdat wij iets hebben laten zien waardoor zij weer trots zijn van ons. En ik denk dat we niet eens de eerste competitiewedstrijd thuis hadden we zoveel publiek. Dus het leeft, we hebben iets op gang gezet en dat moeten we het nu koesteren en uitbouwen. Op maandag 13 juni staat de eerste training op het programma. En via een reeks oefenwedstrijden wordt toegewerkt naar het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie.